Hallo en welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van de podcast waarmee we spreken met mensen die zich elk op hun eigen manier inzetten voor vrede. We zijn deze podcast begonnen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en onze zorgen om het feit dat er zo weinig stemmen te horen zijn die oproepen tot een einde van dit conflict. En die oproepen tot het stoppen van het bloedvergieten en het beginnen van een vredesproces. En vandaag ben ik heel blij dat ik mag spreken met Guido van Leemput. Guido van Leemput is fractiemedewerker bij de SP van de Tweede Kamer en houdt zich daar bezig met het defensiebeleid. En ook heeft hij laatst een heel interessant en rijk boek geschreven over de oorlog in Oekraïne. Een jaar na dato neemt hij eigenlijk de informatie en de analyses mee van één jaar oorlog. En ik wil daar heel graag met hem over verder praten, want het is wat ik al zeg, het is een heel rijk boek met een heel brede analyse waar heel veel kanten van het conflict aan bod komen. En ik denk dat dat nodig gemist is in heel veel analyses die we in de media hebben gelezen op dit moment. Dus daarom ben ik heel blij om daarover verder te praten met Guido. Maar Guido is zeker geen nieuweling op het terrein van oorlog en vrede. Want eigenlijk ben je al sinds de jaren 80, als ik het zo mag zeggen, bezig met de vredesvraagstukken. Hoe heb jij je bezig gehouden hiermee eigenlijk vanaf het begin? Hoe ben je betrokken geraakt bij het activisme rond oorlog en vrede? Dankjewel, Jacob, voor deze mooie kans die je me biedt om dat allemaal te vertellen en over het boek te vertellen. Ja, kijk, even de titel van het boek noemen, dan kunnen mensen het vinden. De titel van het boek is de Westen mond vol. Het heet De Gelaagde Oorlog in Oekraïne en de Botsing van Grootmachten. En we komen daar misschien zo op terug, maar heel veel dingen in deze geschiedenis zijn waar. Maar om het goed te kunnen begrijpen, in mijn ogen, is het slalommen en laveren langs allerlei dingen die voorvallen. Maar daar komen we straks nog op wat betreft jouw eerste vraag. Ja, ik heb inmiddels een gevorderde leeftijd. En al sinds kindsbeen af aan ben ik gebiologeerd door de oorlog eigenlijk, vreemd genoeg. Hoewel op een hele afstandelijke manier, want ik moet er niks van weten. Ik ben geboren in een dorp wat bevrijd is door een Pools bataljon in de Tweede Wereldoorlog. En waarvan het hoofdplein de naam van de kolonel heeft gekregen, kolonel Sistowskiplein. En ja, dat was voor de meeste mensen moeilijk uit te spreken. Maar dat is tot op de dag van vandaag het centrale plein van Axel. Dorp in Zeeuws-Vlaanderen, hè? Axel. Ja, dorp in Zeeuws-Vlaanderen, ja. Daar ben ik iets verderop opgegroeid. En voor mij was zeg maar de persoonlijke clash met het nieuws van oorlog was de Sovjet-inval op 21 augustus 1968 in de Tsjechoslowakije. Daar was ik gewoon echt bang van. Later heb ik al die gebeurtenissen die ervoor vielen, zeker in dat gedenkwaardige jaar 1968, waarbij ik een klein ventje was. En alles wat daarna kwam, de Vietnamoorlog en allerlei wat dingen met Israël en allerlei dingen met Cuba, daar hebben we allemaal in opgeslagen en zo. In 1980 werd ik verplicht gesteld om het land te dienen als militair dienstplichtige. En na veel vijf en zes heb ik dat ook gedaan. En ik heb, om het niet al te lang te maken, meegewerkt aan de oprichting en het uitwerken van het Comité Soldaten tegen Kernwapens. Dat is in januari 1981 opgericht. Ik moest in juli 1980 bij de bewakingsinfanterie opkomen, waar ze mij ook niet heel lang wensen te handhaven. Maar goed, ja, ik moest dan mijn terrein bewaken en dat vertrouwden ze me niet toe. Waarom vertrouwden ze je dat niet toe? Ja, dat weet ik niet zo goed. Omdat ik vriendjes was met onkruid, zei ze. En de kazerne waar ik zat, werden de onkruid totaalweigeraars als eerste binnengebracht om vervolgens naar een of andere gevangenis te worden getransporteerd. En er kwamen wel eens vrienden van de totaalweigeraars voor de deur staan protesteren aan het hek rammelen. En dat, ze vertrouwden mij niet toe dat ik het hek dicht liet of zo. Ik weet niet, het is heel vreemd. Dat is afleiding uit een gesprek wat ik toen met een verder sympathieke kapitein had, hoor. Maar die
Maar die wilde mij vanaf de eerste ochtend, toen ik daar aankwam, wilde die me kwijt. Oké, zo be it. Maar goed, jij was niet een dienstweigeraar. Jij bent wel het leger ingegaan. Maar eigenlijk het leger ingegaan als iemand die tegen die... Ja. Ja, tegen het leger, tegen de ja, militarisering. Er waren hele surrealistische anekdotes over te vertellen. Dat ik op een buik lag in het gras om te moeten schieten. En dat ik in één keer twee neuzen van soldatenlazen zag. En daar zat de sergeant in die zich over mij heen boog. En me volledig begon uit te schelden dat ik een onkruiter was. En dat ik de overkant van de hei niet zou bereiken. Daar kon ik alleen maar om lachen. Nog steeds eigenlijk. Omdat dat was precies wat alle spotternijen over militarisme in de praktijk waarmaakten. Maar goed, dat is allemaal... Maar je hebt het niet alleen daarbij gelaten. Je hebt dat comité opgericht en je bent ook gaan demonstreren. We hebben 15 januari, ik weet al die data nog, 21 augustus, 86, 15 januari, geen probleem. We hebben dat opgericht met 15 mensen in Utrecht. En maar toen hadden we een comité, wat gingen we doen? Geen idee. We gingen voorlichting geven en zo. Er waren een paar slimmerikken, die wisten er alles vanaf. En we hebben een paar keer een weekend gehad onder elkaar. En wat te doen als je naar een kernwapenterrein moest, waar je het moest bewaken. Mm-hmm. Kijk, waar ik opkwam, dat is misschien wel van belang. Op de trip van Zoutlandkazerne in Breda. Daar waren twee dingen, denk ik, gevoelig. Daar zat de militaire inlichtingendienst, Zuid-Nederland. En daar zat een onderdeel dat permanent kernwapens bewaakt in Duitsland. En daar ging ik op bezoek. En daar was het een zootje. Dat was gewoon gevaarlijk voor de jongens. Niet eens met kernwapens, maar gewoon levensomstandigheden, bedden die instorten. Er is iemand om het leven gekomen. En ik was niet te beroerd om daarvoor aan de bel te trekken. Jij met je andere... Ja, ik begon gewoon. Het kon allemaal niks meer spelen. Ik was wat dat betreft... Ik kwam uit de softe jaren 70, tenminste soft voor mezelf. Maar in één keer was het gewoon de confrontatie. Mm-hmm. En daar heb ik veel plezier aan ontleend. Maar deed je dan? Wat was jouw actie? Jij ging aan de bel trekken? Nou, ik ging gewoon het eenvoudige handwerk doen. Al die kamers af en vragen wat er aan de hand was. Daarvan maakte ik verslag, zeg maar, voor de soldatenkrant die we zelf hadden gemaakt. Okay. Maar die ernstige zaken, ik had daar ook een maat gevonden die het erg moeilijk had. Een onderwijzer uit Zuid-Limburg die daar gecasineerd was en vervolgens weer naar Duitsland moest in Soest, een Engelse basis, om daar gewoon dag en nacht op zo'n toren te zitten. Mm-hmm. En op een gegeven moment zijn we naar de radio gegaan. De VPRO, mm-hmm. weet ik wat het was, de VARA in die hoek. Het is lang geleden, hè? Ja. En ja. En ik schreef een stuk in het plaatselijke krant De Stem. Mm-hmm. Maar ja, goed. Daar had ik ook familie. Dus die... ja. Mijn hooggeplaatste oom in de burgerij van Breda. Ja, oké, die vond het niet zo leuk. En je bent op een gegeven moment ook naar het NAVO-hoofdkantoor getogen. Nou ja, dus, ja, inderdaad. Dus wij hadden dus in januari dat opgericht. En wat ga je dan doen? En dat jaar broeide de maatschappij van allemaal comité's en zo. Je kreeg gaat inmiddels over 1981. 81, hè, dus dat is uiteindelijk in november 81, dat wist ik denk ik niet in januari, maar toen was er een reusachtige demonstratie in Amsterdam, waar 400.000 mensen waren. En geleidelijk aan ontwikkelde zich ons beleid. En dat kwam door een toevalstreffer, omdat in het eerste weekend van april 81, de derde of de vierde op een zaterdag, was er de jaarlijkse vredesmars bij de NAVO in Brussel. En omdat ik in Breda zat, wat een uurtje daar vandaan is, en omdat er mensen uit de vredesbeweging een bus huurden om daarheen te gaan, kochten wij een kaartje en gingen we daarheen. En was vervolgens een soort graduele discussie van, ja, we gaan erheen, maar hoe weten ze nou dat wij soldaten tegen kernwapens zijn? Nou, dan moet je spandoek maken. Ja, we hadden een mooi spandoek gemaakt. En toen zei er iemand, ja, iedereen kan wel zo'n spandoek maken. Hoe weet je nou dat echt zijn? Ja, dan moet je een pak aan doen. Oké, dan gaan we ons pak aan doen. Ja, maar zei hij toen, die maat van mij, van stel je voor, je komt daar pas met, je moet dat, als je consequent bent, doe je dat pak hier aan en niet daar pas. Ik denk, ja, dat doe ik niet. Ik ga niet in dat pak over straat lopen. Ik deed zo min mogelijk aan, zat even de culturele tijd aangeven. Hoe dan ook, wij gingen met z'n drie in de bus. Er zaten met z'n twee geuniformeerde types op de eerste bankjes. En zo trokken wij België. En dat was ons later enorm kwalijk genomen in de intimidatie door de legerleider.
Het is allemaal heel klein, hè? Het is heel klein. Maar wat er gebeurde was, in Brussel aangekomen, en had ik mijn pak aangetrokken in de bosjes, werden wij overvallen. Echt werkelijk overvallen. Het leek net alsof wij de laatste soldaten waren die van Normandië in 1944 naar Brussel waren gekomen. Het sloeg nergens op. Maar ze waren, wat bedoel je met overvallen? Ja, gejuich, applaus, omhelzingen, zoenen. Het sloeg nergens op. Jullie waren met z'n tweeën in uniform. Met z'n drieën. En later, ja, z'n drieën uit Breda. Wat denk je? Er zaten nog drie boeven in Breda vast. Dus dat werd allemaal hartstikke gezellig en leuk en spot. Maar en heeft het veel media-aandacht toen gekregen? Niet in Nederland, maar we stonden wel de voorpagina van de Tageszeitung in Duitsland. Dus toen ik bij de kapitein op het matje moest komen, had hij een prachtig verhaal over dat hij met de paasdagen en de camping was in de Zwarte Woud. En dat hij ook wel zijn krantje wilde lezen. En dat zegt hij. Ik lees een krantje. Limpert op de voorpagina. Nou, ik echt een beter compliment kon hij met mij niet maken. Maar dit is echt maar zeg maar de beleving hoe het ging. Nou, toen kregen we een kleine straf. Het straf was waardeloos. Maar het sloeg ook niet veel. Het was er verder niet van belang. Maar wat was de straf? Aanvankelijk 25 gulden. Maar de week erop was er weer zoiets in, weet ik veel. Ik kan me herinneren. We hadden wel een grotere club in Tilburg. En daarna een nog grotere club in Rotterdam. En toen werden we opgesloten. We moesten gewoon 's nachts in de bak. En toen stond er hele fanfare voor het hek, weet je wel. En toen kwam het in de krant. En toen ging het leven. En toen ook al die andere soldaten. Wij hadden, omdat ik altijd wel overal kwam. En ze me wel een rare snuiter vonden. Maar wel zo recht in de leer. Dus ze wisten wat we me hadden. En ik kwam ook altijd voor ze op. En ik was ook niet de enige. We waren met een paar. Het was echt wel leuk. Was er een brede steun. Dat bleek ook toen. Ja, dat was ook zoiets, denk ik, teken van die tijd. Kreeg ik het bericht van een korporaal die echt niet te flauw was om te vechten. Die had Indië nog geprobeerd te onderwerpen. En die kwam vertellen dat een schoonmaakster was ontslagen omdat zij een speldje droeg van stop de neutronenbom. Ja. Dus ik heb dat toen geïnformeerd hoor, of dat waar was. En bij de kortste keren kon ik de naam en het adres van die vrouw te weten komen. En ik ben er gewoon heen gegaan. Ik weet het adres ook nog, geloof ik. Ik zal het niet vertellen. En ze was thuis. En ik kreeg een zak speldjes mee. Oké. Al die soldaten, speldje op hun uniform. Weet je wel. Dus zo ging de sfeer. Ja. Dat was mijn vredeswerk in het leger. Nou. Een fantastisch verhaal. En ik denk een verhaal dat je begon te zeggen van ja, het is lang geleden hoor. Maar het is misschien lang geleden, maar het lijkt weer ontzettend actueel te zijn. Wie had dat durven denken? Ik heb ook mijn schoonvader, mijn eigen vader, ook over deze tijd gehoord. Ik ben zelf 82 geboren, dus ik heb dat allemaal niet bewust meegekregen. Maar ik moet er wel heel vaak aan denken, omdat ik mijn ouders erover sprak, alsof het dat was toen, hè, dat was de angst voor de kernbom enzovoort. En ik had nooit durven vrezen eigenlijk dat weer helemaal terug zou kunnen komen. En het lijkt wel die kant op te gaan. En jij bent eigenlijk actief gebleven. We gaan even een hele grote stap in de tijd maken. Want je hebt onlangs, je bent actief en je doet veel analyses voor de SP-fractie en voor andere mensen over wat er gebeurt in Oekraïne. En je hebt daar een heel mooi boek over geschreven. De gelaagde oorlog en de botsing van grootmachten. En daarin geef je, de titel zegt het al. Je benadert dit conflict vanuit heel veel perspectieven tegelijkertijd. Zou je voor ons, ik weet dat het vrij uitgebreid is, maar zou je voor ons een paar van die lagen willen afpellen? De belangrijkste van waarom, wat moeten we weten om dit conflict echt te begrijpen, mensen in Nederland? Ja, nou goed. Om te beginnen werk ik inderdaad al heel lang voor de SP, maar dit boek is op mijn eigen titel geschreven. Ik ben niet de woordvoerder voor de partij, dan moet je een Kamerlid hebben. Mm-hmm. Maar ik heb deze ruimte gekregen en ik stel mij voornamelijk analytisch op, maar ook wel wat politiek. Mm-hmm. Maar de analyse, kijk, en wat ik constateer is dat er heel veel dubbelzinnigheden zijn in de oorlog. Heel veel dubbelbelangen en heel veel kan alle kanten op. Maar ik denk dat er één ding belangrijk is
om vast te stellen en waar eigenlijk niet over kan worden gemarchandeerd. Dat is dat de Russische inval in Oekraïne volstrekt afkeurenswaardig en volstrekt illegaal is. Daarmee kan die wel verklaard worden of misschien zelfs begrepen. Maar iedere verklaring daarover of ieder begrip in die redenering is geen goedkeuring voor de daad. Ja. Dat is van belang. En dus. Dat is belangrijk. Ja, dat is echt van belang om eerst te stellen. Ja. Om allerlei relativeringen voor te zijn of te snelle conclusies eigenlijk. Want dat is ook wel een probleem. Ja. Dat er geconcludeerd wordt op basis van wat ik zeg, dat ik dat gedoog of zo. Ja. Dat is niet het geval. Alleen, wat kunnen wij van hieruit doen? Hè? Dan zeg maar wij, als burgers die het aangaat, hebben sowieso geen invloed behalve elkaar onze visie te geven en anderen daaraan te laten meeluisteren. Dus feitelijk gaat het over, ik had een aantal lagen onderscheiden. En daar zijn er een paar, denk ik, het belangrijkste. De eerste laag is natuurlijk dat de ontbinding van de Sovjet-Unie en de problemen in Oekraïne, de politieke problemen, die hebben geleid tot een burgeroorlog rond de Donbass. Daarnaast heb je natuurlijk de bezetting van de Krim. En dat heeft een langer verhaal waar ik hier niet op in zal gaan. Maar dat is een apart verhaal. Die bezetting van de delen van de Donbass. Die is natuurlijk ontaard in deze invasie. En het feit dat de Oekraïners zich verdedigen is legitiem. Alleen zij zijn klein duimpje, zeg maar. Ze zijn klein en Rusland heeft een imperialistische politiek gevoerd. Waarbij nu op dit moment de landbouwgrond en de mineralen lange termijn buit moeten worden. Maar zeg maar het veiligheidsbelang de directe aanleiding is. Zij willen niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Een belofte die de NAVO in 2008 heeft gedaan. En daarmee Amerikaanse of westerse wapens in de Donbass plaatst of in Oekraïne plaatst. En radarinstallaties of raketinstallaties tot ver achter de Oeral plaats en daarmee het veiligheidsbelang van de staat Rusland schaadt, zegt Rusland. Dat is de situatie. En de Westen, die komt het eigenlijk goed uit om Rusland te verzwakken in een competitie die natuurlijk. En daar gaan we terug naar wat. Dat is de volgende laag eigenlijk. Dat is een van de lagen. Jij zegt van, nou ja, we moeten eerst vaststellen, deze oorlog is illegaal en die is verwerpelijk en dat moeten we altijd blijven benadrukken. En daarna gaan we de volgende stap zetten en ga ik gewoon proberen te begrijpen. En proberen te begrijpen is niet hetzelfde als proberen te vergoeilijken. Maar als eerste punt noem jij dan de veiligheidszorgen van Rusland en die veiligheid die zij in het geding zien komen bij de uitbreiding van de NAVO. Ja. En nou wordt er natuurlijk daar heel laconiek over gedaan. Hè? Ik bedoel, men weet het, ook analisten in de media hoor je wel vaak praten van, ja, dat is onzin. Hè? Want NAVO is een veiligheidsalliantie. Die is om onderling samen te werken tegen invallen. Die heeft helemaal niks ten doel om Rusland in te vallen. Dat is belachelijk. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, dat is voor een goed praten natuurlijk. Kijk, er is een competitie gaande tussen grootmachten, waarvan Rusland er één is. En de geschiedenis van Rusland die zegt dat hun macht tanende is. Maar op dit moment nog steeds gigantisch. En om nog even een zijstap te maken. Ik maak het onderscheid tussen de belangen van de bevolking van Rusland. Die in een bijkans totalitaire staat terecht zijn gekomen. Of bijkans in een totalitaire staat terecht gekomen. En de belangen van de staat. Die vertegenwoordigd wordt door de regering en door het militaire apparaat, die dat niet wil. En ik denk dat in al die ontwikkelingen van de laatste 30 jaar, hebben de Russen voortdurend klachten geuit over wat de NAVO deed. En ik dacht dat die klachten hout snijden. Dat het uit de belangen van de Russische staat logisch is daar bezwaar tegen te maken. En er is bijvoorbeeld één ding wat ik echt goed begrijp. Dat is een raketinstallatie in Polen die al jaren geleden is geplaatst en deel uitmaakt van het raketschild van de Amerikanen. Waarmee je raketten kunt afvangen die de Russen zouden afschieten. Maar die ook kunnen worden gebruikt in een schild en
een zwaardgedachte. Namelijk, je hebt een schild nodig om het zwaard zelf te kunnen slaan. Nou, en de Amerikanen hebben nooit ontkend dat dat in die raketschild zwaardgedachte zat. Maar niet tegen Rusland, maar tegen Iran. Want Iran was bezig met raketten. Nou, dat leek mij... Vergezocht. Niet heel erg vergezocht, maar niet de primaire reden. Dus ik kon de Russische staat wel begrijpen. Ja. Dat hebben ze ook, kijk, in de directe aanleiding tot de invasie van februari 22, hebben zij in december 21 een aantal eisen gesteld waarover acuut moest worden onderhandeld. 8 eisen. En dit is er één van. Er waren er ook meer. Eigenlijk wilden zij de ontwikkelingen rond de uitbreiding van de NAVO en het opnemen van Midden-Europa in het Westerse bondgenootschap wilden ze terugdraaien. Maar goed, dat lijkt mij een onderwerp dat nog steeds blijft liggen als er ooit een keer een vrede moet komen. Mm-hmm. Misschien ook niet, maar het zou kunnen als je een oplossing zoekt. Ja. En dan kan je terecht in de ideeën van Gorbachev aan het eind van de jaren 80 over zijn Europese huis. Okay. Kijk, dat is allemaal heel erg ver weg en dat moeten we nu, kunnen we niet heel acuut aan denken, maar het speelt een rol. Ja, nou, daar wil ik graag later ook nog over vragen, jouw visie voor oplossingen. Maar als we nog eens meer van die lagen, eigenlijk de oorzaken, grondoorzaken van het conflict bespreken. Wat noem je nog meer? Uitbreiding van de NAVO. Je hebt genoemd de interne burgeroorlog, die ontstond na Maidan in de Donbass. Ja, dus toen was er een vredesakkoord en minst 2 een Veiligheidsraadresolutie, dus feitelijk internationaal recht. 2202, en die is niet gehandhaafd door geen van tweeën, maar ook niet door Oekraïne. En wie, want dat is inderdaad ook een heet hangijzer, hè? Die Minsk-akkoorden. Hoe kan het dat die niet gehandhaafd zijn? Want die waren zelfs volgens mij door de Veiligheidsraad, VN-veiligheidsraad, geaccordeerd, zeg maar. Zeker. Stempel van goedkeuring gegeven. Ja, dus het is internationaal recht en daarmee eigenlijk verplichting aan alle staten om de uitvoering aan te geven. Ja, ik denk dat eigenlijk komt door de kleinere machten in het conflict. Dus de lui in Donbass zelf, de Russisch-talige of de anti-Oekraïnse regering, die zich dan hebben verenigd in de Volksrepublieken, Donetsk en Luhansk. Maar ook, veteranengroepen aan de Oekraïnse kant. Ja, en dan zit je in het troebele water van Azov en de rechtse sector. Dat zijn mensen die het vooral er zijn allerlei voorvallen gebeurd die ter kwade trouw waren. Ook zelfs het uitgeven van Russische nummerborden in dat gebied, wat geen vertrouwenwekkende maatregel is. Maar op die manier is het teloor gegaan. De Duitsers hebben met de toenmalige president Steinmeier nog een poging gedaan met de Steinmeier-formule. Over het houden van verkiezingen en dan terugtrekken van militairen. Dat is allemaal mislukt. Dus dat Minsk-proces is mislukt. En toen kwam de invasie. Ik heb in mijn boek echt proberen uit te zoeken wat er in het jaar 21 is gebeurd. Wat dat leidde daartoe. En wat dat het dubbel karakter was van of onderhandelen of een voorwendsel om regelrecht aan te vallen. Voor te ver om nu uit te leggen, denk ik. En dan komt die invasie en dan is het februari en april. Misschien toch even over 21, want ik denk toch dat mensen dat eigenlijk al heel snel vergeten zijn. Wat, ik bedoel, je hoeft het niet helemaal te herhalen, maar wat zouden we ons moeten herinneren van 21, wat daar is gebeurd en wat daar misschien aan verkeerde keuzes is gemaakt door partijen? Ik denk dat ik stapsgewijs 3 puntjes kan noemen. 3 grote punten eigenlijk wel. Dat Oekraïne... Dat er oefeningen waren over en weer. Dus dat het Westen deed grote oefeningen in de Zwarte Zee en in NAVO-landen. Rusland deed grote oefeningen aan de grens met Oekraïne. Nederlandse fregatten Evertse voer in mei 21 samen met de Engelse schepen in de internationale wateren van de Krim. De Engelsen gingen de territoriale wateren in en kregen ook een schot voor de boeg. Dat was al in mei 21. In juli 21 schreef Poetin een artikel waarin hij Oekraïne waarschuwde. Dat hij zei, ja luister, jullie hebben wel nationale rechten. Maar jullie hebben het ook van ons cadeau gekregen in 1922. Maar we willen het wel erkennen, maar dan moeten we nu zaken doen. Hij riep eigenlijk op om de neutraliteitsgedachte voor Oekraïne, dus niet het lidmaatschap voor de NAVO in ieder geval, en ook niet voor de EU, maar om een neutrale positie in te nemen. Dat artikel is later, net voor de oorlog, eigenlijk nog een keer herhaald. Maar toen rekende die Oekraïne gewoon tot
tot het inventaris van het Westen en gaf hij Oekraïne eigenlijk geen recht van spreken meer. Maar Oekraïne had in 21 en ook al daarvoor, en eigenlijk al in 19, al voor de verkiezing van Zelensky, in de grondwet laten opnemen dat Oekraïne lid zou worden van de EU en van de NAVO. Dus een beetje raar om in de grondwet te zetten, maar goed, dat was nog op papier. En toen moest Zelensky nog worden gekozen en die is gekozen op een programma van verzoening. En toen was er nog hoop op het uitwerken van minst 2. Er waren heel veel schendingen. En toen was Zelensky nog blij dat er een periode van 2 maanden geen overtredingen van het minst 2 waren. Maar uiteindelijk is dat niet geworden, want in het jaar 21, en dan was ik of was het Westerse publiek waarschijnlijk vooral gepreoccupeerd door de val van Kabul, bijvoorbeeld. Ja. En de COVID, maar de val van Kabul in augustus. En als je nog verder gaat, dus het sluiten van het akkoord van Amerika met Australië en Engeland om de Chinezen te omsingelen, als ik het zo wil uitleggen. En de Chinezen leggen het in ieder geval zo uit. Op dat moment zei Oekraïne, we willen een bilaterale militaire samenwerking met Amerika. Dat was op 31 augustus en 1 september. Op 1 september 21 is Zelensky naar Amerika gegaan en vanaf dat moment is het begonnen met grote steunpakketten. Maar niet in het tempo en in de ernst die het nu heeft, maar 30 miljard in totaal als ik het bedrag uit mijn hoofd goed weet. Maar dat was al een neiging om Oekraïne te bewapenen. Dus vanaf wanneer begon dat echt? De bewapening, ja, kijk, Trump heeft al antitankraketten gestuurd. Dat was nog onder Trump. Maar dat was meer een verontrustende maatregel voor de Russen, maar nog niet in de mate waarin het in 21 kwam, toen er een bilaterale samenwerking werd gesloten tussen Amerika en Oekraïne. Vooral eigenlijk tegelijkertijd met het gedoe over Kabul en over AUKUS en China. Ging Zelensky naar Amerika en was eigenlijk wel duidelijk dat hij volledig inzette op inbinding in de militaire structuren van het Westen. En dan nog is de vraag, wat had hij gedacht te doen als de Russen echt zouden komen? Ja. En, want in feite hebben ze geluk gehad bij de ontzetting van Kiev in maart 22. En ze waren denk ik niet echt goed voorbereid op een zware aanval. Ja, jij denkt dat ze toch dachten altijd nog tot het laatste moment van het is wellicht bluf van de Russische kant. Of ze dachten we redden het wel. Dat kan ik niet goed achterhalen. Ik heb ook geschreven dat moet u eigenlijk uit de archieven opdiepen die natuurlijk gesloten zijn. Maar er is wel met NAVO-concepten gespeeld om de bevolking weer in te schakelen. Dat is ook gebeurd. Er zijn interessante verhalen van te vertellen. De NAVO-generaals die verantwoordelijk zijn voor dat concept, het operational concept, die zijn laaiend enthousiast over de inzet van de Oekraïne. Zo moet het gaan. Dat is een soort guerrilla-concept, zeg maar. Of een volkspolitie-concept. Waarbij allerlei vaardigheden van burgers, bijvoorbeeld met computers of met internet of met drones of zo, burgerdrones, die zijn onder leiding van special forces geplaatst. En die zijn gewoon ingezet als een soort guerrilla-eenheden hit and run. Dus, vanaf 2021 al? Nee, in de oorlog. Maar die voorbereiding erop, die was zeker al gaande. Ja, die was zeker al gaande. Maar als die voorbereiding op een guerrilla-oorlog plaatsvindt, dan ging men er dus vanuit de NAVO vanuit dat er wel een inval zou zijn. Dat Oekraïne snel zou vallen en dat ze daarna een guerrilla-oorlog zouden starten. Nou, daar kan ik geen definitief antwoord op geven. Nee, snap ik. Maar dat ze erover nagedacht hebben is waar. In hoeverre ze... Ik heb het... De indruk uit het bestuderen van de stukken dat het resultaat van de Oekraïnse bevolking beter was dan de NAVO dacht. Dus ik weet niet of de NAVO dat hoog inschatte als waarde. Ik heb ook wel eens gediscussieerd met Oekraïners, linkse Oekraïners, die zeiden, ja, we hadden de keuze voor een partisanenoorlog, dus een guerrillaoorlog, en een staand leger dat zich verzette. Een partisanenoorlog is verschrikkelijk. Ja, denk ik dan, dat is waar. Er zitten partizanen in Gerson met name. Er zijn, als je dat mag geloven, er zijn hele inkleuringen waar partizanen zitten. Er zijn posters bekend van snij die Russen strot af. Ja, dat verbaast me niks. Ja. Maar of dat de incidenten zijn of echt gestructureerd, dat kan ik niet goed achterhalen. Het is wel zo dat het gestructureerd was in de slag om Kiev. Maar goed, je vertelt even 2021, iets waar we denk ik weinig meer van weten. Wat daar zijn...
Daar zijn stappen genomen die ook hebben bijgedragen tot escalatie, zeg jij. Ja, van beide kanten, denk ik. Ja. En ik denk dat de Russen hoofdverantwoordelijk zijn uiteindelijk. Want die hebben de stap genomen. Ja. En waarschijnlijk uit het idee van als we het nu niet doen. Waarschijnlijk uit het volgende idee. Dit is een onveranderlijke route. Dat gaan ze doen. En ze laten zich opnemen in de NAVO. En dat willen we niet. Dus daar moeten we iets aan doen. Allerlei andere pogingen hebben geen succes gehad. Dus we gaan ze nu aanvallen. En waarschijnlijk met de bedoeling om in ieder geval de hoofdstad in te nemen. Misschien zelfs het hele land. Maar ik denk dus de hoofdstad en vervolgens de controle over het land. In het idee, het is nu of nooit. En dat is eigenlijk slecht afgelopen. Behalve omdat ze een groter stuk in beheer hebben dan ze hadden toen ze vertrokken, toen ze begonnen. Dus dat is denk ik van belang. Want het is een imperialistische aanval. Ja. Dat heeft ook te maken met sommige mensen in de Nederlandse maatschappij die zeggen de Russen zijn uitgelokt en is daarom ook logisch en verklaarbaar en terecht dat ze tegen dit westerse imperialisme optreden. Dat zit op rechts, maar ook op links. Maar daar ga je niet in mee? Nee, ik denk wel dat er confrontatiepolitiek was, maar de uitlokking was er niet in de concrete zin. Dat heeft ook juridische gevolgen, want als iets uitgelokt is, dan heb je het recht om een preemptive strike te doen. En zo legt Poetin dat ook uit. Maar hij is denk ik gewoon een drogreden. Is niet correct. Ja, jij onderstreept dat niet. Hey, en als we het hebben, want jouw boek heet De Gelaagde Oorlog en de Botsing van Grootmachten. Ik wil eigenlijk over die botsing van grootmachten nog even hebben. Dat heeft heel veel aspecten, hè, want het is een complexe wereld aan het worden. Met de opkomende China, met een assertieve Rusland, met een VS die zijn positie ziet veranderen. Veel mensen zeggen ziet verzwakken. Opkomend ook eigenlijk een assertiever mondiaal zuiden. Ik vind het altijd een beetje een aparte term. Maar in ieder geval, we weten allemaal wat we daarmee bedoelen. Dat zijn toch de mensen die ook wel ontwikkelingslanden of wat dan ook werden genoemd. Hoe speelt Oekraïne, welke rol speelt de oorlog in Oekraïne in dit complexe, de complexe veranderingen tussen de grootmachten die er gaande zijn? Nou, ik denk een heel grote rol. En dat komt al doordat nog voor de oorlog door de Amerikaanse regering verlammende sancties aangekondigd als er tot een oorlog een invasie zou komen. Die sancties zijn ook gekomen na de oorlog. En die hebben voornamelijk, ik had toen gedacht van nou, die Russen hebben erop gerekend om het een jaar vol te houden. Nou, we zijn een dik jaar verder en ze houden het nog steeds vol. Dus mijn inschatting was al te somber of te mager, denk ik. Maar het idee van dat die sancties gingen werken heb ik vanaf de eerste dag niet geloofd. Wat je wel dus ziet is dat de primaire grondstoffen waar Rusland zo rijk van is, die worden gewoon ook tegen afbraakprijzen in India verkocht. Die naar China omgeleid worden. Komen weer in Europa terecht? Ik sprak, om nog iets persoonlijks te zeggen, een neef die kapitein is op de grote vaart. Die zei, oh, die Russen, joh, die regelen alles. Ik zit er middenin. Ik kon me niet voorstellen wat hij zei. Ik geloof het wel een beetje. Dat er dus een actieve politiek is om dit te ondermijnen. En dat er dus landen zijn die dat die daarop in moeten gaan. Dus politiek gezien is er een verrassing, een verwarring en een afschuw over het feit dat grote delen van de wereld zich niet aan de westerse kant verklaren. Ja, volgens mij heeft dat te maken met 500 jaar westerse invloed. En de Russische koloniale traditie strekt eigenlijk rond in de landen rondom het kernland Rusland. Dus die komen niet in Afrika. Integendeel, in de laatste 80 jaar hebben de Sovjets hebben nog steun gegeven aan bevrijdingsbewegingen in Afrika om zich te bevrijden van de Portugezen en de Engelsen enzovoorts. En dat wordt nu ook, dat wordt nu ook gebruikt in de politiek van Rusland om de diplomatie. Kijk, ik zie deze oorlog vindt natuurlijk ook op alle terreinen plaats. Hè? Ook diplomatiek en ook technologisch en economisch. Diplomatiek zet Rusland natuurlijk nu ook heel erg in op deze landen om te verwijzen naar die koloniale geschiedenis. Om te zeggen van de Russen speelden daar eigenlijk wel een goede rol, zoiets. Ja, maar goed, ze speelden geen goede rol in Tajikistan en Kazachstan enzovoorts. Ja. Maar daar hebben er geen Afrikanen geen last van gehad. En de Indiërs hebben last gehad van de Engelsen enzovoorts. Ja.
En de Zuid-Amerikanen hebben nog steeds last van de Monroe-doctrine van de Amerikanen, dat heel Amerika van Noord-Amerika is. Dus dat speelt nu allemaal op. En afgelopen weekend was een zware Afrikaanse delegatie van 6 presidenten in Kiev en Moskou. Mm-hmm. En de aanleiding volgens mij is dat Afrika dreigt te gaan bezwijken aan hongersnoden. Mm-hmm. En dus de Russische strategie was volgens mij niet alleen militair, maar ook op voedsel en ook op energie. De energie heeft het heel over gehad, over de omleiding van die mm-hmm. energiestromen. Afsluiten van Europa, maar het omleggen naar andere delen. En bij het voedsel, ja, ze hebben zijn er niet in geslaagd om, zeg maar, Odessa of zelfs de grens van Moldavië te halen. Maar ze zijn er wel in geslaagd om het exportbeleid te hinderen. En Afrika heeft er enorme last van. Eén deel waar de Russen last van hebben is dat hun ammoniakleiding naar Oekraïne is verhinderd en waardoor ook geen kunstmestproductie is. Maar kunstmest is van groot belang voor de Afrikaanse landbouw. Ander is dat de landbouw is aan de deal onderworpen, waardoor die beperkt is, maar ook wordt omgeleid, namelijk naar Europa bijvoorbeeld met vrachtauto's en treinen, waar die de voedselmarkt in Polen verandert. En het derde is dat prijzen van voedsel enorm omhoog gaan. En daarom is het eigen belang van Afrika geweest om naar die landen te gaan, in Kiev en Moskou. Het toeval wil dat het is vandaag de 22e, 3 dagen geleden heeft de president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, die heeft een open brief aan zijn bewoners geschreven, waarom hij dat gedaan heeft na terugkomst. Die brief die is in Zuid-Afrika op het internet, ja, hier ook op het internet, maar je zou kunnen zeggen huis aan huis verspreid, ik weet niet of dat klopt, ja. Maar zo kan je het voorstellen. En wat zegt hij dan? Waarom hij dat gedaan heeft. En wat zegt hij? Nou, vooral om de macht van Afrika, de groeiende macht, dus dan krijg je dat, die verandering van die grootmachten. Maar de inhoud daarachter is zwak, namelijk hongersnood. Dit jaar, het eind van het jaar, als de oogsten naar de markt moeten dan, en er niet zijn, of niet voldoende zijn, dan zal een deel van de hele Afrikaanse bevolking honger lijden. Dat is vorig jaar overigens al voorspeld door Guterres van de VN. Mm-hmm. En gelijk was er ook een hongersnood in Somalië. Natuurlijk zijn er andere factoren die daarin meewegen, maar deze oorlog is gewoon van groot belang. Dus ja. Afrika keert zich niet af van Rusland, want eigenlijk zit het Afrikaanse been in de bek van de Russische krokodil. Dat is het beeldspraak die Johnson gebruikte toen hij met Kiev ging onderhandelen. Mm-hmm. Je kunt niet onderhandelen met een krokodil die je been in zijn bek heeft. En in feite geldt dat ook voor Afrika, denk ik. En tegelijkertijd zie je dat Afrika zich wel afkeert van de westerse invloed. Want ik zou niet weten hoe het Westen moet bijspringen. Ze zouden de prijs van Afrikaans graan kunnen betalen. Dat bedenk ik nu, maar zullen ze niet doen natuurlijk. Maar weet je, dus dit soort, wat dan heet, the weaponization of everything. Wat ik ook, een Britse bij de hand, een professor, die heeft dat boek vorig jaar geschreven, wat ik gebruikt heb. Mm-hmm. Het tot wapen maken van alles. Wat niet echt heel vreemd is. Het is eigenlijk onderdeel van de totale oorlogvoering. Maar heeft totale oorlog van wereldschaal. Dus niet alleen in Duitsland, in de jaren, in de 17e eeuw, in de 30-jarige oorlog, maar gewoon de hele wereld wordt meegetrokken. Ja. En kijk, als je naar een oplossing wil, dan kan je zeggen, we knokken die Russen eruit. We leveren betere wapens en desnoods schieten we hun opstelruimtes in Rusland zelf aan gort, wat militair gezien logisch is. Maar politiek gezien zijn ze lang nog niet uitgespeeld. En ook militair gezien volgens mij niet. Hun luchtmacht is amper in het geding geweest. De marine is amper in het geding. Het zijn wel wat verliezen geweest. Dus de Russen staan er strategisch, denk ik, vrij goed voor. Dus dan is de vraag, heeft het zin om te vechten? Op dit moment zijn er 2 dingen die mij vandaag opvielen. Dat Zelensky toegeeft dat het tempo van het offensief vertraagt. Mm-hmm. Maar dat geen probleem is. Maar dat is denk ik niet goed te doorgronden of dat propaganda is om de moed erin te houden of dat hij inderdaad rekening houdt met vertraging om dan straks een grote plan uit te doen. Maar het grote nieuws is volgens mij dat aanstaande weekend de Amerikaanse veiligheidsadviseur naar Kopenhagen gaat om te onderleggen met China, met Brazilië, met Turkije over hoe dat verder moet. Nou, hij heeft wel een gezelschap van Victoria Nuland, de grootste havik die er rondloopt, denk ik. Maar toch, je ziet dat Amerikanen nu contact zoeken met met de BRICS-landen, met de opkomende grootmachten. En dat is die botsing. Dat is die meeting, we zullen het zien wat de uitkomst is, maar dat is wat jou betreft een signaal dat
de VS wellicht er niet meer zo in gelooft, in die overwinning? Dat is moeilijk of het zo sterk uitdrukt. Ze gaan hun opties verbreden. En dat hebben ze dus weer niet gedaan. Ze hebben steeds gezegd, as long as it takes. Ja, en dat was een maximalistische militaire oplossing. En ik heb het idee, je zou dit, was te vroeg om te zeggen, het enige wat we weten is een bericht in de Financial Times vannacht. Je zou dit kunnen, dit is een verbreding van de opties. Dat Nuland meegaat is voor het onderhandelingsidee slecht teken, maar oké. Okay. Ja. Hey, je bent al eigenlijk begonnen over de oplossingen. En je hebt al gezegd van, militair, ja, de oplossingen zijn tot nu toe vooral gezocht op het militaire vlak. Maar jij zegt van ja, jij stelt je een aantal vragen. Is het, in jouw boek stel je de vraag van, is het proportioneel wat hier gebeurt? Is het winbaar? Kunnen we dit wel winnen? Wat zijn de risico's van escalatie? En misschien vergeet ik nog wat, maar hoe, gezien de situatie, wat stel jij voor? Wat vind je, wat voor benadering moeten we nu kiezen? Hè? Gezien die vele lagen die deze oorlog kent. Jij zegt, we moeten ook naar een gelaagde oplossing zoeken. Hoe ziet dat eruit? Nou, ik denk dat het centrum is van de oplossing is een staakt het vuren. En dat is nog niet precies het verdrijven van de Russen, maar dat is het begin om te ontspannen, politiek te ontspannen. Dat is centraal. Maar je kunt ook, als je daar geen nadruk op wilt leggen, een soort keuzemenu, dan kan je zeggen, ik steun de Russische bevolking in alle uitingen van hun verzet. Bijvoorbeeld dat ze in de pak zitten omdat ze geprotesteerd hebben. Je kunt ook zeggen, wat zien we gebeuren? De Russen plaatsen tactische kernwapens in Wit-Rusland. Die gaan dat uitbesteden aan de Wit-Russische luchtmacht. Dat is ernstig. Het Westen neemt dat ook heel ernstig. Maar het Westen doet precies hetzelfde. Want we krijgen ook gedeelde kernwapens in Nederland, België, Duitsland, Italië, Turkije. En wat nieuw wordt, Engeland. En dat zijn hetzelfde soort kernwapens wat de Russen en Wit-Rusland doen. Dus je ziet een escalatie van kernwapens. Ze zijn begonnen met mijn persoonlijke ervaringen 42 jaar geleden. Daar zit de draad. Dus ik denk dat het heel goed is om te protesteren tegen die kernwapenescalatie als voorbeeld van escalatie. Daar zit voor onze taak, ook als je zegt laat ze lekker knokken daar. Zelfs van de strijd gaat door, dan is er hier een andere opdracht aan onszelf. Ja, dit wat je nu ziet, het versnelt plaatsen van een nieuwe kernbom. Die heeft want waarom moet dat gebeuren eigenlijk? Worden het ook meer kernwapens? Waarom gebeurt dat nu? Het zijn betere. Beter. En wat bedoelen ze met beter? Dodelijker? Groter? Oude kernwapens, die moet je met een vliegtuig ergens heen vliegen. Laten we zeggen, voor het gemak, naar Moskou. Mm-hmm. En boven Moskou laat je dat ding vallen. Moskou zal het niet zijn, want het is anders. Maar goed, even voor duidelijkheid, iedereen weet waar Moskou is. Met dit kernwapen kan je niet tot Moskou vliegen, maar bijvoorbeeld tot een paar honderd kilometer daarvoor. En dan wordt het geen vrije valbom meer, maar is het een raket die je kan sturen. En die je ook kan instellen op de stralingskracht en de ontploffingskracht van de inslag. En je kan hem besturen met staart. Dus in dat opzicht is die technologisch geavanceerde beter. En daarmee eigenlijk ook... verlaag je de atoomwapendrempel om die te gebruiken. Het oude idee van we hebben atoomwapens om ze niet te gebruiken, is eigenlijk aan het eroderen. Ja. Er komen steeds meer toepassingen die het aantrekkelijker maken, relatief dan, om ze wel te gebruiken. Waarom wordt het aantrekkelijker om ze te gebruiken? Omdat je dan één beperkt doel kunt kiezen voor de ontploffing. Ja. En je kunt de ontploffingskracht en de stralingskracht kun je verminderen. Aanpassen. Waardoor het effect ervan kleiner is dan als je er een... Ja, eigenlijk een kleinere bom zorgt ervoor dat je denkt van nou, het is niet zo erg, want het is niet een allesvernietigende bom. Het is een bom die heel veel vernietigt, maar niet alles. Nou ja, dat is de redenering om zo in te stellen. Of dat allemaal klopt, dat is voor de theoretici van de afschrikkingstheorie. Maar het is wel gaande nu. Dus als jij zegt oplossingen, eigenlijk wil je, je zegt, je hebt een heleboel oplossingen zou je zeggen voor dat conflict, maar je zegt, we zitten in deze grote spanning tussen wereldmachten en daarin spelen kernwapens helaas een hele grote rol. En wat Rusland doet in Wit-Rusland is supergevaarlijk, maar wij doen, of de VS, we doen eigenlijk hetzelfde in heel wat landen in Europa. En daar zouden we ons op moeten richten, op die kernwapenescalatie.
Ja, dat is een, dat ligt eraan. Als je zegt van laat de Oekraïners de Russen eruit knokken en voor de rest kun je me wat met je escalatietheorie. Ja. Maar wat er in Amerika, wat er in ons land gebeurt met kernwapens vind ik belangrijk. Dan neem ik dat deel eruit. Ik denk dat alles samenhangt. Maar goed, ja. Dat hoef je niet van aan te trekken. Want op het moment dat die oorlog stopt en als de Russen zich zouden terugtrekken en als er een vredesdeal komt, dan moet je ook afspraken maken over de rest. Het ziet er dan uit dat we weer in een situatie komen als in 1961 of in 1962, na de bouw van de muur of de Cuba-crisis. Koude oorlog echt onder vriespunt. Maar misschien valt er iets aan te doen. En daarbij is de stem van de bevolking is hoe dan ook belangrijk. En daarom is het proportionaliteitsbeginsel hoeveel vernietiging, zowel van mensen als van de natuur, als van productiekrachten en productiemiddelen, om het in die termen te zeggen van de politieke economie, sta je toe. En is redelijk. En wat vind jij daarin? Wat is daarin redelijk? Ik denk dat het onder deze omstandigheden nodig is om een diplomatiek proces op te starten. Wat werkt aan een staakt het vuren. En dat vervolgens werkt aan het verder doen terugtrekken van de Russen. En daarbij zou je bijvoorbeeld, en dat is een plan, Arias heet dat, van Oscar Arias uit Costa Rica of Mid-Amerika. Die zegt, Europa moet je tegen de Russen zeggen, stop met die oorlog. En op het moment dat je teruggetrokken hebt, trekken wij alle kernwapens terug uit West-Europa, de Amerikanen. Er zit natuurlijk risico in. Nou, als ze het niet doen, dan moeten wij ze. Dan lijkt de consequentie ervan dat plaatsingen logisch is. Dan kun je er toch tegen blijven. Maar daarmee doe je een onderhandelingszet die eigenlijk weinig te maken heeft met Gerson of met Bakhmut of met Donetsk. Dat is iets wat op een algemene niveau speelt. En dan ga je eigenlijk de rest van de bevolking van al die landen ook erbij betrekken. Het tegenstelde wat nu gaande is dat de Polen hebben gevraagd om die Amerikaanse kernwapens in Polen te plaatsen. Dat is dus een extra escalatie als dat zou gebeuren. Nou, ja. Dus ik stel voor om die kernwapens onderdeel te maken van een groot onderhandelingspakket. En dat kan in de tweede fase zijn. Ik denk dat plan Arias de moeite waard is. Je zegt stoppen, terugtrekken. En als je teruggetrokken bent, doen wij de kernwapens weg. Alles. En hoe dat dan zit in het Frans en Engels is nog even wat anders. Want dat is, die wonen hier, zeg maar, in Amerika. Ja. Nou, daarmee geef je eigenlijk erkenning aan de veiligheidszorgen van Rusland. Want die veiligheidszorgen hangen heel erg samen met de NAVO. En de NAVO is een dreiging omdat daar kernwapens mee gemoeid zijn. Onder andere, ja, inderdaad. Ja. Dat is deel van de redenering. Ja. Hey, en dit is heel, heel interessant. Ik geloof zeker, zeg maar, het wordt wel eens vaker gezegd. Wij zijn niet veilig als Rusland zich niet veilig voelt, bij wijze van spreken. Hè? En Rusland is niet veilig als wij ons niet veilig voelen ten opzichte van Rusland. Deel jij dat, zeg maar, dat de veiligheid van Europa samenhangt met de veiligheid van Rusland? Ik denk, ja, dus dan maar als je het abstract wil zeggen, ik weet niet of dat verstandig is nu, maar je hebt de staatsveiligheid, de staten die dat vinden, en die organiseren daar een bevolking in, zoals nu het geval is voor allerlei landen. Daarnaast heb je een soort menselijke veiligheid of natuurveiligheid, dat wij moeten kunnen blijven voortbestaan. Ja. En dat die staten voor een deel onze bescherming bieden, maar ook voor een deel ons risico zijn. En zeker als het gaat over kernwapens, maar dat geldt eigenlijk ook voor al die snelle overbrengingsmiddelen van raketten binnen no time, is een stad vernietigd, dat zou kunnen. Dat zou verregaand moeten worden teruggeschroefd, afgeschaald. En ja, ik denk dat de bevolking zich daar een concept in moet ontwikkelen. Van, feitelijk gaat het om wereldwijde veiligheid die over staten heen gaat. Waarbij je staten wel moet erkennen om een veiligheidspolitiek. Dus ergens is een evenwicht. De staten moeten veilig zijn. En als er een staat totalitair is of ondemocratisch, dan moet de eigen bevolking daarvoor zorgen. En niet een andere volk of een andere staat. Want dan gaat het oplopen in grootmachtconfrontatie en oorlog. Wat feitelijk. Maar je wijst op de dynamiek van de grootmachten die eigenlijk altijd satellieten om zichzelf heen verzamelen en daarmee een oorlog of proberen te voeren. Ja, dit soort termen als bufferstaat en satellietstaten zijn eigenlijk besmet. Want dat zou van de 19e eeuw zijn. Maar ja, waarom blijven de Amerikanen hier met de kernwapens? Zijn wij een bufferstaat van de Amerikanen? Dit is een retorische vraag. Maar ook wel reëel. Ik denk, als de Amerikanen, die kunnen gewoon ons
dan moeten we inderdaad een 2% van onze veiligheid erin. Jij zou er een voorstander van zijn dat Nederland verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid in Europa voor, in Europees verband? Nou ja, het is duidelijk dat Nederland dat zelf niet kan. Want we hebben gewoon totale arbeidsdeling tussen alle legers van de NAVO. Het zou kunnen dat de Europese landen dat zouden kunnen. En dan, maar als je dat doet, dan heb je natuurlijk een paar vragen die te groot zijn, ook voor dit onderwerp en ook niet in het boek zijn behandeld. Dus moet je een Europees leger. Daar ben ik niet zo voor. Maar goed, misschien is dat de consequentie. Dan hangt het er nog vanaf hoe dat georganiseerd wordt. Hoe de democratische controle is. Wat de doelstellingen van zo'n leger zijn. Gaan we weer Mali inpikken? Gaan we weer het uranium van Niger inpikken? Gaan we weer de zeestraten van de straat van Malakka, waar we zoveel plezier hebben gehad van de koloniën. Gaan we dat weer allemaal regelen? Hoe spreken we het af met de Indiërs en de Afrikanen? Indonesiërs? Dat is te groot nu, maar die vragen doen we wel op. Ja, nou, eigenlijk kom je bij het probleem terecht. Je begint eigenlijk te praten over een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. En hoe kunnen we alsjeblieft stoppen dat al die mensenlevens daar gedood worden? Maar waar je eigenlijk op uitkomt bij oplossingen is dat die permanente frictie tussen belangen, economische belangen, machtsbelangen, tussen de grootmachten, dat die eigenlijk, ja, je kunt dit conflict dan blussen bij wijze van spreken, maar als je die grote vragen niet stelt, dan kan er zo weer, ja, je noemt allemaal andere hotspots in de wereld, Malakka, we hebben het nog niet gehad over China en Taiwan en dergelijke, dit is dezelfde dynamiek die steeds dit soort oorlogen kan doen oplaaien. Dus zolang we dat niet, die grote vragen stellen, zullen we in die dynamiek van militaire verschrikkingen terechtkomen. Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het wel mee eens. En nu wordt het groter dan ik met die botsing van grote machten probeerde te schrijven. Maar dat die botsing er is en dat het tempo van die botsing vergroot wordt, dat zie je gewoon elke dag. Mm-hmm. Van de week het bericht dat de Chinese militairen willen plaatsen om te oefenen in Cuba. Ja, ik kan er een beetje om lachen, omdat het gewoon, groot. Als het echt is, ik weet niet eens of het echt wel. Ja, maar het is een beetje groot jongens op het schoolplein. Jij weet wat met ons, maar wij weten ook. Ja, ik zeg het vaker, ik verbaas me het level van inderdaad dit soort retoriek, hoezeer dat lijkt op het schoolplein. Ja, primitieve groepsvorming en het organiseren van knechten en achterbannen en vazallen. Ja. Ja. En daartussendoor loopt een verschoppeling. Ja, ja. Hey, ik wil eigenlijk alleen nog vragen, kijk, we hebben het best wel op hoog niveau zeg maar besproken van die dynamieken die er spelen en de grote belangen en wat er zou moeten gebeuren en kernwapens. En dat zijn, ik kan me voorstellen dat iemand die hier naar luistert zegt van ja, wat moet ik hier als gewone burger nou aan betekenen? En jij hebt eigenlijk, ben jij een voorbeeld van iemand die destijds als een hele simpele militair gewoon actie ondernam. En in een periode dat er vele tienduizenden mensen de straat op gingen om hun zorgen te uiten over de kernwapens en de escalatie. De vraag die ik steeds blijf stellen, ook aan andere mensen en die ik ook aan jou stellen, is van, wat kunnen gewone mensen doen? En waar, het is misschien een cliché, maar waar is de vredesbeweging? En waar, in mijn optiek, zijn we niet zoveel veiliger dan toen, op dat moment, dat mensen zich heel bewust waren van de risico's van kernwapens. Die risico's zijn wat mij betreft niet minder geworden. Maar de zorgen daarover lijken vrij bijna afwezig. Ook in media wordt er, in mijn optiek, vrij laconiek soms geschreven over nucleaire wapens en over wat jij net zegt over die hele vernieuwing van het hele arsenaal in Europa. Daar wordt zoals erg weinig over geschreven en ik kan me nou niet, misschien hebben mensen wel onbewuste angst hiervoor, maar het wordt zo weinig expliciet gemaakt. Er is weinig organisatie omheen en je ziet geen marsen op straat tegen die kernwapens of tegen die escalatie. Wat is er anders dan toen en wat kunnen we eraan doen? Wat kan een gewoon mens doen om toch weer die bewustzijn daarvan te vergroten? De situatie toen was zeg maar uitgekristalliseerd. Die zat min of meer vast. Het was duidelijk dat de grootmachten gingen bewapenen. En wat anders was toen, dat de bevolking, een deel van de bevolking, wenste zich te organiseren als een belang van de bevolking. En even los te staan van het belang van bijvoorbeeld de Nederlandse staat, het belang van de Amerikaanse staat, laat staan het belang van de Russen. Die discussie zat daaronder en die heeft ontzettend veel gebroeid. En mensen moesten ook naar Oost-Europa om contacten te leggen met dissidenten. Dat was allemaal heel goed. Maar de hoofdzaak was toen
die bom gaat vallen. Dat was de culminatie die in 1979, 78 doorkwam. Ik bedoel, en dat was al het resultaat van 20 jaar paarsmarsen en fietstochten en zo. En toen in één keer brak het door. En het is een val ook voor ons. Om die, al die leuke anekdotes die ik net vertelde, is ook een beetje een val. Het is weinig heldhaftig. Het waren de omstandigheden toen. Die waren gunstiger omdat mensen zich voor inzetten. En omdat het niet twee waren, maar het waren er heel veel. Dus het werd makkelijker omdat je het met z'n allen deed. Nu is het moeilijker omdat er een onrechtvaardige oorlog is begonnen door Rusland. Waardoor het sympathie ligt bij de Oekraïners. Dus slaan ze eruit. Dat is volslagen logisch. Alleen, als je denkt te kunnen constateren dat dat niet gaat lukken. En ondertussen allerlei verergeringen ziet, dan is het nodig om daar hardop over te praten, om zonder vrees eigenlijk je vraag te stellen en ook niet weggehoond te worden, want dat is in het begin zeker gebeurd. En vervolgens om daaruit zeg maar een actiethema te kiezen, om mensen op te organiseren om zich te tonen, bijvoorbeeld op straat. Wat dat actiethema is, ja, dat is nog niet 100% uitgekristalliseerd. Dat zou een staakt het vuren kunnen zijn, maar daar wordt natuurlijk van verweten dat je Poetin in de kaart speelt. Dat zou die oorlog verhindert eigenlijk de oorlog en de gevoelens over de onrechtvaardigheid daarvan en de angst en de woede richting Rusland. En ook de polariteit daaromheen, die verhinderen nu dat mensen gewoon een hele, hele simpele boodschap kunnen melden van, zoals destijds, van die bom is gewoon slecht. Dus weg ermee. Ja, ook toen is er natuurlijk die beweging is er geslaagd om daarop te focussen. En allerlei andere dingen die er spelen werden een beetje weggedrukt. Dat had ook, ja, ik bedoel, er waren toen ook tegenbewegingen. Die hadden het over de Russen en zo. En die hadden Afghanistan en Rusland wat toen speelden. Dat is zeg maar door de beweging buiten de discussie gedrukt als een bijkomend probleem. Of als een niet bestaand probleem. Dat laat ik even in het midden. Maar dat is hoe de koers van de geschiedenis is gegaan. En op dit moment is er eigenlijk een strijd om de publieke opinie. Wij moeten Oekraïne volgen. En de Oekraïense, dat heb ik ook beschreven, de Oekraïense regering doet dat eigenlijk heel knap. Wij organiseren de steun op een militaire basis. En als je daar een stap terug van willen doen, moet je dus eerst door de frame heen dat je ze afvalt. En ten tweede moet je je eigen belang in zien te formuleren. Bijvoorbeeld, wij lopen allemaal risico's. En dan gaat het niet er alleen maar om omdat je de kachel in de winter 2 graden naar beneden moet, wat niet zo plezierig hoeft te zijn. Maar over, hier gaat het ook los. En hier worden ook militaire uitgaven gedaan waarvan je afvraagt, kan dat niet beter? Kan dat niet dan iets anders zinnigers besteed worden? Al die discussies vallen weg tegen die oorlog. En de Afrikanen gaan de hongersnood leiden in de loop van het jaar. En dan wordt dat duidelijk. En dan wordt hun stem waarschijnlijk ook schriller. De Chinezen nemen in belang toe. De Brazilianen hebben ook genoeg van de Monroe-leren en de Amerikanen op Zuid-Amerika. Het gaat allemaal in elkaar over. En als die oorlog niet gewonnen wordt, ja, dan zakt zeg maar de moed van de bevolking die enorme offers heeft gepleegd. En Oekraïne is enorm beschadigd. 45% BBP-verlies, miljoenen vluchtelingen die misschien niet meer terugkomen, enzovoort enzoverder. 100.000 dode soldaten. Nou, al dat soort dingen wordt mij kwalijk genomen als ik dat opzom, omdat daarmee, Ja, je draagt daar niet mee bij aan de zeg maar, spirit van het gevecht, zeg maar, tegen Rusland. Ja, ondermijn je het daarmee. Ja, dat is het verwijt. Maar ik kan alleen maar heel goed zoeken in de feiten die openbaar verspreid worden, rapporten, krantartikelen, lijnen, en me dan afvragen van wat er wordt verspreid, wat er wordt gezegd dat nodig is. Is dat haalbaar? Mag je die vraag stellen of het haalbaar is? Ik denk dat je die moet stellen. Ja. Dat doen de generaals ook, alleen die doen dat onder elkaar. Nou ja, er komt een punt dat als je doorvecht, terwijl je weet dat het een verloren zaak is, dat je je af moet vragen wat het... Dat heb ik zelf, hoor. Ik wil dat niet bij jou in de mond leggen, maar ik vind dat moreel twijfelachtig. Als je mensen een strijd instuurt waarvan je weet dat die verloren gaat worden op een gegeven moment. Ja. En natuurlijk gaan mensen niet die analyses openbaar maken van wat de inschattingen militair en zo zijn.
Maar ook dit tegenoffensief ziet er nou niet zo heel rooskleurig uit, in mijn optiek. Ik vraag me af hoe eerlijk we daarin zijn en hoe lang we de illusie gaan ophouden dat we dit kunnen winnen als ze eigenlijk weten dat het niet zo is. Maar goed, dat zijn mijn overwegingen. Zelensky heeft een paar weken geleden, of een maand geleden, gezegd: we wachten even met offensief, want de risico's van te veel slachtoffers is te groot. Dat is feitelijk uitdrukking van het vraagstuk: hoeveel, als politiek leider, hoeveel dode burgers neem ik voor mijn verantwoording? Precies. Nou, er is een grens aan natuurlijk. En dan neemt hij risico's. Die risico's zijn voor iemand aan het front groter dan voor hem. Maar goed, de Russen hebben ook gedreigd: als je aan de Krim komt, dan schieten we je regering overhoop. Dus moeten we daarvoor voor wijken? Hoeft niet, maar tot nog toe hebben ze bijna alle dreigementen waargemaakt. Dus escalatie ligt op de loer. En is die vraag van haalbaarheid en ook een alternatieve route om je doelen te halen, bijvoorbeeld diplomatie, uitruil van belangen, die is gewoon zinnig, denk ik. Die zou je ook kunnen voeren terwijl je knokt. Dat vind ik zelf. Maar goed, waarschijnlijk, ik vermoed dat de Amerikanen dat nu aan het checken gaan in Kopenhagen van het weekend. Maar dus daar zie je tekenen van. Mm-hmm. In januari was je nog een Poetin-lover als je zei, misschien moet de Nederlandse regering ook eens wat doen aan diplomatie. Mm-hmm. En nu zegt Rutte, ja, de Chinezen, ben benieuwd wat ze voor elkaar krijgen met de diplomatie. Weet je, dus dat, in zoverre is het verhaal al wat veranderd. Mm-hmm. Maar voor burgers, dus niet voor politici zoals vooraanstaande premier als Rutte. Mm-hmm. Maar voor burgers zou je stem moeten laten horen. Ja. Al is die stem misschien zacht, of al is die stem verdeeld, of al is die stem onzeker. Maar er is gewoon een belang voor de bevolking van Nederland. En dat kan volgens mij ook in solidariteit met de bevolking van Oekraïne. En ook in solidariteit met de Russen die totaal ongelukkig zijn met wat de regering doet. Maar daar zit een laag in. Dat moet op een andere manier uitgewerkt worden. Ja, en dat moet nog uitkristalliseren. Ja. Ja. Dankjewel. Ik heb al ongeveer een uur met je gesproken en ik denk dat ik nog wel een paar uur eraan vast zou kunnen plakken, omdat je weet zoveel van alle details ook in de aanloop. Je volgt natuurlijk ook als analist voor de Tweede Kamerfractie alles echt heel erg op de voet. Je hebt ook een nieuwsbrief. Kunnen mensen zich daarvoor aanmelden of heb je dat liever niet? Ja, nou ja, je kent hem. Ik veroorloof me wel eens flauwe grappen. Kan zijn dat mensen die niet waarderen, maar het is gewoon een open bron. Dus als mensen dat willen, kan dat. Ja. Kan dat. Oké, dan kunnen ze je een e-mail sturen. Ik wil je in ieder geval heel hartelijk bedanken. We hebben misschien niet volledig recht gedaan aan alle aspecten die je in je boek noemt. Het is complex, zeg jij. Maar ondanks alle complexiteit zijn wij er als burgers, hebben wij ook een belang. En dat belang moeten we laten horen. Terwijl we ook laten zien dat we niet een partij hierin kiezen en een partij hierin willen zijn. Met alle caveats en veroordeling ook van wat Rusland aan het doen is. Ik wil je heel erg hiervoor danken, want ik denk die nuance is heel belangrijk om te beseffen. En wat ik neem ook ter harte van wat je zegt, dat we van ons moeten laten horen. En zelf hoop ik en zie ik toch wel uit naar een moment dat wij dat ook kunnen doen. Misschien niet in dezelfde schaal als in de jaren 80, waar jij ervaring mee hebt, maar toch dat we ook zichtbaar zijn. En wat mij betreft is het, je zegt het is veranderd, toch wel iets in de media en de politiek, hoe mensen die oproepen tot vrede worden geframed. Maar ik denk dat kan nog veel meer aandacht zijn voor het vredesnarratief. En ik denk dat jij dat heel goed doet hiermee. Als laatste vraag, waar kunnen mensen jouw boek vinden en bestellen? Het kunnen bestellen via de uitgeverij. Dat is SOK 21. En dat is via bestellen@sok21.nl. Maar ja, dit is een beetje... Ik zet het wel in de beschrijving van de video. En het is SOK 21 met SOC. Ik zet het wel in de beschrijving van de video. Ja. Dus dat is het. Graag gedaan, Jacob. En mag ik nog twee dingen reclame maken? Ja, zaterdagavond is er in Amsterdam om 6 uur, de 24e juni, de maandelijkse bijeenkomst van Stop Oorlog in Amsterdam. Op het Spui. En volgende week vrijdag heb jij een groot aandeel in een belangrijke discussie over dit soort vraagstukken.
In Pakhuizen Zwijger, ook in Amsterdam. Ja, en ik denk dat daar een soort klont zou kunnen worden gevormd van mensen die een gedeeld belang hebben om iets te ondernemen. Ik weet niet of jij daar zo optimistisch over bent, maar dat mag je dan maar vertellen. Ja. Ik zou het wel zo willen voorstellen om een poging om gelijkgestemden te zoeken die misschien niet iedere 24e op straat komen, maar die wel bijvoorbeeld, er moet eigenlijk een perscampagne begonnen worden met allemaal stuk in de krant van mensen die zeggen van, heb ik daar eens aan gedacht? Kan het niet anders? Daar zou ik graag verder met je over praten en dat doen we ook gelukkig. Inderdaad, dank voor deze reclame. Inderdaad, volgende week vrijdag evenement Amsterdam, 30 juni, Pakhuis de Zwijger. Hartelijk bedankt. Guido, ik zet de informatie over je boek in de beschrijving. En wellicht spreken we elkaar in de toekomst nog eens op deze manier. Dat zou fijn zijn. Oké, dankjewel. Succes. Dag hoor. Yes, doeg.